ايه وهذا ابراهيم واي واي ايه اختمان واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي الوي خندور واي واي براي فلو. Milo, we moeten beginnen met opname. Milo, hallo. Hallo. Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer. Ja, goeiedag mensen. Jullie zien me. Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer. Met onze... Welkom bij onze nieuwe video, de suikerfeest video. We zijn aan het voorbereiden. Ik weet niet wat allemaal gaat gebeuren. Er zijn allemaal ballonnen gehaald en zo. En zoals jullie hier naast me zien, dan gaat het niet helemaal goed. Wat moeten de mensen doen, Milo? Oh. Wat gaan we dan doen? Oh, wat ga jij? Hallo. Wat gaat... Hallo. Wat doe je nou? Hoppakee. Hoppakee. Nee, in ieder geval, wat moeten de mensen doen? Want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... En wij zeggen oh, tijd. Ze hebben tijd. Wat is het niet tijd? Aarde. Mackie. Gaat niet goed. Aarde wacht. In ieder geval, we gaan nu starten mensen. We gaan ons huis op en top maken voor de suikerfeest. We komen eraan. Suikerfeest 2019. Here we go. Mensen, de kinderen moeten echt gaan slapen nu, want anders wordt het een hele grote roei nou. We gaan het huis een beetje frisieren. Nou ja, frisieren. Die heeft maar twee van die slingers gehad. Het schijnt 6,95 per stuk te zijn. Dus dat moeten we eventjes goed nadenken. Maar in ieder geval, we gaan nu naar bed. We gaan even checken. Hey, slaap lekker, jongen. Ik heb honger. Ja, jij altijd. Je hebt altijd honger, jij. Hey, slaap lekker. Nee. Ik hou van jou. Nee. Ik hou van jou, want morgen is het... Feest. Morgen is het feest. Goed zo. Nou. Ik heb honger. Nee, je hebt helemaal geen honger. Je hebt net gegeten. Nee. Nou, Rijen, slaap lekker, jongen. Morgen is het heel groot feest en hoef ik niet naar school. Klasse, jongen. Ik mis hier iemand. Waar is ze? Ja. Slapen. Hup, naar bed. Hallo, kom een kusje. Kom een kusje. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Doei. Doei. Kijk, we hebben dit voor Bilo gehaald. Het moet even een beetje netjes gemaakt worden allemaal. Kijk eens, een mooi blouseje erbij. Nou, die zo. Kinderen liggen eindelijk in bed. Het is inmiddels bijna 9:30. Trouwens, je krijgt wel veel comments van mensen, weet je dat? Ik ja. Ja, negatieve comments zeker. Nee. Positief. Dat ze me zo'n schreeuw lelijk vinden op de achtergrond. Wat zeg je? Ja, ik lees af en toe wel. Maar je leest ook? Ja, soms. Maar ze weten niet dat ik aan de achterkant voor 4 mensen zorg. Ik bedoel, ja, jij bent de grootste zorg van allen. Maar ja. Dat weten ze niet. Nou. Ik zal jullie wat vertellen, mensen. Deze hoek heeft hij nog nooit gezien. Zien jullie dit? Voorlopig ben jij aan het tetteren en ben ik aan het strijken hier. Dit heeft hij. Ja, je strijkt alleen spullen die van jou zijn. Dit is niet van mij. Ja, dit is echt een bijzonder moment dat hij gewoon even iets voor iemand anders strijkt. Nou, ik zal jullie wat vertellen over Brian. Brahim heeft een mooi kapseltje. De grijze haartjes zijn een beetje gedekt. Niet helemaal. Voorlopig valt nog in smaak. Oh. Zo, nou daar sta ik van te kijken, zeg. Echt hoor. Mensen zijn lekker bezig met, zoals jullie zien, ritmo-barkballonnen. Allemaal leuke versieringen voor Leed. Jongens, ik ben echt bezig geweest met koekjes. Allemaal koekjes gemaakt. Ik ben echt benieuwd. Nou, ik zie dat Brahim al heel veel van deze heb zitten snoepen, Brahim. Hé, hey, hallo. Die is niet voor ons bedoeld. Zeg hem nog. Ik heb die koekjes gemaakt om uit te delen. Nou, mensen. Kijk eens wat Khadija gemaakt heeft. En koekjes. اخوتنا بي
Mensen, morgenochtend worden ze wakker. Nou, ze blij maken. En dit is gewoon belangrijk dat je dit met je familie doet. Dat je in ieder geval niet vergeet waar je vandaan komt. Om heel eerlijk te zijn, ik zit wel heel stoer dingen in te pakken. Zo, maar het is eigenlijk allemaal Khadija die dat allemaal regelt. Zonder Khadija hadden hier, kan ik je vertellen, weinig slingers gehangen. Nou, helemaal geen slingers. In ieder geval, rustig aan. Morgenochtend zien we elkaar weer. Alleen maar liefde. Aardig ditje. Brian Vlogs. Hele goede morgen allemaal. Ik ben Mubarak. Lijn is al wakker. Khadija is wakker. Ik ben maar niet helemaal wakker. We gaan ze even wakker maken. Hey Khadija. Hey. Mabrok Eidek. Eid Mubarak. We weten wel hoe we hem wakker moeten krijgen. Goedemorgen, chef. Goedemorgen, goedemorgen. Het is alweer suikerfeest. Dan mag je cadeautjes uitzoeken. Als je dan cadeautjes hebt, dan zijn ze wakker. Ja. Wat zijn er? Het is alweer suikerfeest. Suikerfeest? Ja, dames en heren. Het is alweer een nieuwe suikerfeest. En we hebben allemaal cadeautjes. Ja, 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 dames en heren. Je mag je cadeautjes uitzoeken voor Sophia. Huh? Je wordt gewoon niet wakker. Zo. Hey, hoor je dat? Hoor je dat? Goedemorgen, schat. Hey, heb je het al gezien? Kom, ga maar kijken naar de woonkamer. Moet je kijken wat papa heeft gemaakt. En mama, kom eens kijken. Kom, ik til je wel op. Kom maar. Ik ga even optillen. Kom maar. Kom. Voordat Bila al je cadeautjes pakt. Hey, Fijn. Wat doe jij nou? Hey, Fijn. Wat? Waar is feest? Hé? Iedereen is een beetje wakker aan het worden. Sophia is natuurlijk een slaapkop. Die lijkt een beetje op de moeder. En dan gaan we nu eventjes omkleden, zoals je ziet. Ik zit nog in mijn hemd. Eten, tanden poetsen. En we gaan eventjes de moskee bezoeken. Tot zometeen, aardige reactie. Ja, 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 dames en heren. Ladies and gentlemen, boys and girls. It's my pleasure to introduce you. Woehoe. Ja, oh, wat gaat, wat, oh, wat doe je nou? Hey. Nou, doe eens even rust. Hallo, hallo. Kijk, op z'n Hollands gewoon. Ja, ja, dames en heren. Ga eens even draaien, ga eens even draaien. Ja, mensen. Wat vind je nou voor... Oh, wat gaat hij nou doen? Gaat hij nou dansen? Oh, kijk eens, ho. Oh. Hoi. Kijk hem eens dansen, jongens. Jongen, 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 jongen. Draai maar weer om, Bilal. 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 Even kijken, wat voor cadeautje is het, Vies? Wat heeft mama nou gehaald? Het zijn slippers. Nee. Ja. Nou, mama. Dankjewel, mama. Slippers met leed. Dus ja. Nou, blij dat jij in ieder geval kan papa wat anders aantrekken. Hè? Oh, wat is dat nou? Oh. Dit zijn de dingen waar papa altijd, papa's bang voor zijn, hè? Dit soort zaken allemaal. Nee, dit is mijn kind. Ja, nou, dat bedoel ik. Kijk eens die kleren daar. Zo. Dat is allemaal voor jou. Nee, en die is ook voor Bilal. Deze is chocolade. Dit is papa, papa. Hallo, dus wat zeg je dan? Ja, kom maar. Dankjewel, gratis. Ja. Wat is dat? Geen idee. Maar dankjewel. Ik vind het wel een leuke robot, hoor.
Ja, ik heb, ja, ik heb deze ook. Maar ik vind hem wel leuk. Oké, zullen we deze samen gaan openmaken? Ja. Kom, 3, 2, 1. Ah. Ja! Dankjewel. Dag gedaan, schat. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. مبروك عيدك. مبروك عيدك. عيد ان شاء الله. مبروك عيدك. Hey, dit is een bekende van ons, of niet? Ja. Mubarak eidik. Alles goed? Ja, we hebben hier nog een bekende hoor. Hey. Ja, ja. En nog eentje. Mubarak eidik. Eidik السلام عليكم. مبروك Nou, ik zit hier met mijn vader, eindelijk aangekomen. Tab het Gurum Shahid op? Salam Gurum, kulle. Het komt op Bark Saïd. Kulle aan u en toen weer geer. En talbu Allah subhanahu wa ta'ala om de islam die het kon weer geer. Fisalam inshaAllah rahman rahim. En kulle aan u en toen weer geer. Wat ik net zit, zo. Dus wens iedereen eigenlijk een fijne suikerfeest. Ik hoop dat ik het goed kan vertalen. Mijn vertaling is niet al te best. Maar het komt erop neer dat hij jullie een hele mooie dag toewenst. Hey. Alleen maar liefde. We gaan nu eten of drinken? Drinken. Ja? Ben je blij dat je weer kan eten? Tuurlijk. Ja? Ja. Waar heb je nu trek in? Juist, thee, koffie misschien. Ja. En msemmen inshallah. En koekjes. En koekjes? Ja. Heel veel koekjes. Ja, is normaal. Chef. Ja, oké, Dries. Jawel. Even kijken. En ze zijn wakker. Is ze nou aan het slapen in de auto? Hè? Sophia. Ja. We zijn nou aan het slapen net. Joehoe. Ja. Ja, maar zo. Mijn papa gaat dit aan. Ik ga door blijven. Ik kan het op het talen. Ik ga gewoon blijven. Te gewoon dit.
ga nu ballen, dus ga niet voor ballen. Ik ga nu staan, ik ga niet op ballen. Dus ik moet blijven. En dan vader, maar gaan gaan. Het is aan. Ja, de hele dag, jongens. De hele dag blijf. Deze punt. Die kan niet. Het is al legend. Ja. Ah, ze pakken ze erg. Mensen. Wij zijn echte mannen, hè? Toch? We gaan iedere maand liefde. En geen bij aan het abonneren. Arrektie. Uh-oh. Dat is een hond, hè? Ja. Lijfert zegt hij. Kijk, hem dan, kijk hem daar naar lopen, zo stoer zijn we. Echte? Echte mannen. Ja. Echte mannen, zegt hij. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Eten. We gaan nu even wat eten. Wat gaan we eten? Pizza. Nee, vis. We gaan vis eten. Ja. Nou mensen, dit is onze eten. Ja, ja, ja. Eet smakelijk. Uit. Mag ik ook een beetje doen? Hè? Klein beetje. Mag niet. Ik ga snel aanvallen, want anders gaat het niet goed. Doei. Ciao. Brian Vlogs. Ja, mensen, hier zijn we weer. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Nou, Bilo. Ik heb een kleine verrassing voor jou. Mooi. Ja. Wil je het zien? Ja. Kijk eens. Bilal. Je ziet het. Het is gewoon boef, man. Hé, ik wil even één ding zeggen. En dat meen ik oprecht. Ik wil even zeggen dat ik heel trots op jou ben. Ik heb gehoord dat jij voor de eerste keer hebt gevast. En ik zeg je eerlijk, broeder. Wij zijn super trots op jou. Ik hoop jou heel snel te zien, inshallah. Bang, bang. Ratata. Edu, waar ik allemaal... Bilal heeft gevast deze maand. Hij heeft heel goed gevast. Ik vind het ook heel goed van hem dat hij gevast. Ik weet niet of hij alles heeft gevast. Ik weet het niet, maar dat gaat hij doen. Eid Mubarak. Doei Bilal. Huts. Assalamu alaikum Bilal. Met Nasser Al-Kayati. Alles goed jongen. Ik wil je een hele mooie dag wensen. Broek Eid. Het Eid Ta'awu inshallah. Taqbal Allah. Minna wa minkum. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala van ons allemaal alles accepteren. En zorg dat je vandaag helemaal geniet van deze dag. Lekker met de familie. Geniet ervan. Yo, Bilo. Randy hier zo. Ik heb gehoord dat je de Ramadan weer goed hebt voorgehouden. En ik wil je graag een heel fijn suikerfeest toe wensen. Maak er een mooie dag van. Kom vast goed. En heel veel liefst aan je familie en vrienden. Ik zie je snel, vriend. Later. Bilal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Een prachtige dag. Mabrokele Eid. Tijd oud, inshallah. Sahha wa lehna. Ik hoop dat je een prachtige tijd hebt gehad tijdens de Ramadan. Ik hoop dat je een prachtige Eid meemaakt. Ik ben super trots op alles wat je doet en waar je mee bezig bent. En dat wou ik je gewoon even zeggen. I love you. I love you. I love you. Peace. Beste Bilal en Brahim natuurlijk. Zoals je ziet, Ricardo hier. Ik wil jullie graag een hele fijne suikerfeest wensen. En ik zou zeggen, geniet van al het lekkere eten. Geniet van vrienden en familie om jullie heen. En op naar volgend jaar. En ga zo door. Alleen maar liefde. Assalamu alaikum Bilal. Alles goed? Ik hoop dat je Ramadan hebt kunnen volhouden. Nog een fijne suikerfeest alvast. En ik heb het een paar dagen kunnen doen, Ramadan. Maar het is veel te zwaar voor mij. Ik heb echt respect voor jou. En voor je grote broer Brahim. Fijne avond, jongen. Yo, broeder Bilal, hoe is het allemaal? Een brokkele heet, maak inshallah een leuke dagje van. En geer inshallah. En ik hoop dat je de top zal bereiken, inshallah, beste brada. Blijf doen wat je doet, blijf het met plezier doen. En mijn bicep, die steunt je, brada. Love. Bilal. Hoe gaat die grapje? Alles goed? Je weet Roy is hier. Ik wil jou en je familie een fijne suikerfeest wensen. Maak er een mooie dag van. En je weet, binnenkort gaan we chillen. Bilal, beste vriend, bij deze wil ik je een fijne suikerfeest wensen. Eid al-Fitr Mubarak, Bayram al-Mubarak Olsun. Blijf strijden, alleen maar liefde voor jou. Bilal, hopelijk heb je het volgehouden tijdens Ramadan.
fijne suikerfeest. Timothy Mensa, je bent een toffe bro. Bilal, fijne suikerfeest. Geniet ervan. Niet te veel eten. Maar geniet er vooral van, ja? Gerisha. Yo, Bilal, welus hier zo. Ik heb gehoord dat je Ramadan netjes hebt volgehouden. Ik ben trots op je. En Eid Mubarak, maak er een leuke dag van. En ik zie je inshallah snel. Rustig. Vriend van me, hoe is het, jongen? Hopelijk gaat alles goed. Je hebt natuurlijk een paar mooie dagen achter de rug. Prachtige dagen. Ik denk dat het ook wel zwaar is voor je geweest. Maar echt dikke respect dat jij dit gedaan hebt. Ik denk dat er een hele mooie dag aan komt. Dat is natuurlijk het suikerfeest. Heel veel plezier daarbij namens mij. Geniet ervan. En nogmaals, top gedaan. En ik zie jou snel. Assalamu alaikum, broeder. Mabrok al-Eid. Eid en tahoudou, inshallah. Mocht Allah al onze vast en salat doen accepteren. Mocht Allah onze du'a's doen verhoren. En inshallah dat we de volgende Ramadan ook weer kunnen meemaken. Het was een mooi gezegende maand. En ik hoop dat we deze maand goed zijn afgesloten. Goed onze imam hebben versterkt. En dat we deze lijn inshallah doortrekken. Bilal, salamu alaikum. Eid Mubarak, Eid het oude inshallah. Ik hoop dat je een leuke suikerfeest hebt gehad, et cetera. En dat het super gezellig was met je familie, et cetera. Hey, Waki, heb je een beetje volgehouden of niet? Vertel mij eerlijk, Bilal. Heb je stiekem onder dekentje zo gegeten? Stiekem snel gedronken? Dat niemand heeft gezien? Eerlijk. Kan. Ik heb dat ook gedaan vroeger. Ik zeg jou gewoon eerlijk. Nee, jij bent een echte man. Dus jij houdt het sowieso vol. Jij bent een echte strijder. Ik wens jou sowieso nog heel veel succes met alles. Brahim, esso naar jou. Bilal, esso naar jou. En je weet zelf. Peace! Yo, Bilal. Strijder van me. Hoe is het? Ik wil jou vast een gezegende... Fout. Ik wil die nog even uit mijn broek wensen. Kan dat? Uit mijn broek wensen? Ja. Ja. Bilal, strijder van me. Uit mijn broek alvast. En ik hoop dat je er een leuke dagje van maakt. Ik zie je snel. Adios. Hey, Bilal en Brahim. Marwan Azarkan en Nova Banis van Feyenoord hier zo. Bilal, ik heb gezien dat je dit keer niet stiekem hebt gegeten. Inshallah wordt je vast geaccepteerd. Bilal, ik wil je brokken uit wensen en ook voor de mensen die mee hebben gedaan aan de Ramadan. We zien je snel. Hey Bilal, grote vriend, Dave hier. Ik wil je even een heel fijn suikerfeest wensen. Ik hoop dat je een leuke dag hebt met je familie en lekker eten. En we zien elkaar al snel, jongen. Doei. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Wa ghafar Allahu lana wa lakum. Groet mijn grote vriend Bilal, alsjeblieft. En mogen Allah van jullie zegenen. En Allah aankom. Hey, je hebt Ramadan. Je hebt Ramadan. Hallo, je hebt Ramadan. Geen Ramadan. Achter op mijn rug. Echt vrouwen. Zo, allemaal. Geen honger, Ramadan. Dus je zit ons helemaal voor de gek te houden. Jongen. Sorry mensen, Bilal die kan helaas niet vasten. Dat heeft eigenlijk, het lukt hem gewoon niet. Zodra wij over eten beginnen, maximaal 6 minuten houdt hij het vol. En daarna moet hij gewoon eten, toch of niet? Ja. Dus dit jaar is het helaas niet gelukt. Boef en andere mensen, sorry, het is niet gelukt. Hij heeft je gewoon voor de gek gehouden al die tijd. En volgend jaar gaan we het opnieuw proberen. En dan kijken hoe ver hij dan komt. Toch? Ja. Want wij zijn echte man. Ja, helemaal niet geen echte man, helemaal gek. Ze zijn een beetje voor de gek tuin, al die mensen. Jongen, hoe de wapper. Hè? Jongen, allemaal. Gekkie. Ouwe reus. Brian Vlogs. Jammer, man, wie is aan de vuur?
Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Hey, hoe vond je de video? Ja. Nou, hoe vond je het suikerfeest? Ja. Allemaal goed? Ja. Ben je blij met je pak? Ja. Ben je blij met de moskee? Ja. Ben je blij met al die mensen die in Brok Edik hebben gezegd? Ja. Ja toch? High five, jongen. Hey mensen, dit was weer een... Dit was weer een suikerfeestvlog. Ik wil alle bekende mensen die zojuist ingesproken hebben, wil ik echt oprecht bedanken dat ze toch even de tijd vrij hebben genomen om dit naar Bilal te sturen. Echt super tof van jullie. Daarnaast wil ik iedereen een fijne suikerfeest wensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben met jullie familie. De mensen die geen suikerfeest hebben gevierd en ons toch feliciteren via de app of social media of wat dan ook. Echt super, super bedankt. En zo hoort het ook. Weet je, op het moment dat andere feestdagen hebben, dan horen wij aan hun te denken. Zij aan ons. En uiteindelijk zijn we hopelijk... zijn we één en dat zorgt ervoor dat onze maatschappij alleen maar vooruit gaat. Ik krijg zoveel berichten van ouders dat ze super blij zijn met de video's. Echt super mooi om te horen dat gehele gezinnen gewoon naar onze video's kijken. Ik ben daar echt super blij mee, of niet Bilal? Ja. Ja toch? Dus laten we goed voor elkaar zorgen. Laten we ook nadenken. Ik ben twee keer blij. Eén keer omdat ik weer mag gaan eten. Ja, eerlijk is eerlijk. En twee... ja, hopelijk is het ook goed voor de hiernamaals. Dat is de andere reden waarom ik hier blij mee ben. En dit is ook een message naar mezelf. Van dat het gewoon belangrijk is. De Ramadan is niet alleen niet eten, niet drinken. Maar het is gewoon veel meer dan dat. En laten we gewoon vasthouden. Dus degene die rookt, ja, dat we minder gaan roken of niet gaan roken. Degene die in de shisha-tenten zitten, minder. Dus daarmee zeg ik niet dat ik perfect ben. Absoluut niet. Dus ik, inclusief mezelf. Mensen die uitgaan, mensen die drinken, mensen die weet ik voor wat ook allemaal... we hebben allemaal onze zwaktes, maar laten we daar in ieder geval een soort van rekening mee houden. Het is uiteindelijk ook slecht voor onze gezondheid. En dan heb ik ook over mensen die aan de ballonnen zitten en noem maar op. Iedereen heeft zo zijn zwakte. En nogmaals, ik wil echt niet het gevoel geven dat ik perfect ben. Absoluut niet. Maar ja, zo moeten we elkaar een beetje reminden, toch? Mensen, super bedankt voor het kijken. En wat moeten de mensen doen, Bilal? Abonneren, hè? Want wij zijn echte... echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... positiviteit. Positiviteit. Aarde. Arrivederci. Arrivederci. Later, love. Krijg je nog knuffel eind van de dag of niet? Ik hou van je. Ik hou ook van jullie. Why, why, alleen maar liefde, why, why. Yo, het Ibrahim, why, why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why, why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why, why. Yo, echte mannen, why, why. Positiviteit, why, why. Activiteit, why, why. Negativiteit, why, why. Geen tijd voor, why, why. Heel wegen door, why, why. Prime Floor.